Fabiola werd in 1928 in Madrid geboren. Ze was het zesde van de zeven kinderen van een Spaanse graaf. In 1960 trouwde ze op haar 32e met de 2 jaar jongere koning Boudewijn. Na zijn overlijden, deze zomer al 15 jaar geleden, behield Fabiola haar titel van koningin. Maar ze blijft sindsdien wel wat meer op de achtergrond. Peter Bruinings. De Belgen zijn gelukkig. Hun koning is niet langer meer alleen. Enthousiasme in 1960. Fabiola de Mora y Aragón komt naar België om er door haar aanstaande, koning Boudewijn, aan zijn volk voorgesteld te worden. Na 25 jaar krijgt België eindelijk weer een koningin. Mijn waarde landgenoten, de ontvangst in België heeft mij zeer ontroerd. Doña Fabiola stamt uit een adellijke Spaanse familie. Ze is een vrome jonge vrouw die in Madrid werkt als verpleegster. Op 15 december 1960 is het dan zover. Boudewijn en Fabiola trouwen in Brussel. Een jaar later verklapt de paus dat Fabiola in blijde verwachting is, maar het wordt een miskraam. Fabiola zal kinderloos blijven. Een groot verdriet waarover ze later ook zal spreken in haar legendarisch radio-interview met Lutgard Simoens. Kinderen zijn onze grote liefde. Door het feit dat wij zelf geen kinderen hebben, sluiten wij alle kinderen van het land in ons hart. En de jeugd is de toekomst, daar heeft ze op gehamerd. En dat blijft ze nu nog altijd zeggen, hè? Dat de jeugd dat zo belangrijk is. En de opvoeding zo belangrijk is. Fabiola en Boudewijn zetten zich ook actief in voor de opvoeding van hun oudste neef en oogappel, prins Filip. Met Leopold III en Lilian, Boudewijns vader en stiefmoeder, weigert Fabiola 20 jaar lang alle contact. Maar in 1983 verschijnt ze, enigszins onverwacht, toch op Leopolds begrafenis. Het koninklijk paar valt op door zijn sober en harmonieus leven, waarin het geloof een centrale plaats inneemt. Sommigen geloven trouwens dat Fabiola achter Boudewijns weigering zit om de abortuswet te ondertekenen. De beslissing van koning Boudewijn was een persoonlijke beslissing. En het is dus volgens mij totaal onjuist te zeggen dat het standpunt dat hij heeft ingenomen in zekere zin was opgedrongen door koningin Fabiola. Dat is totaal onjuist. Hoe dan ook, Boudewijn en Fabiola, dat zijn twee handen op één buik. Die 30 jaren van ons huwelijk waren voor mij evenveel jaren van intens geluk. Maar in 1993 overlijdt Boudewijn. De koningin verrast met een weinig conventionele uitvaart in het teken van de hoop. Veel wit en wiltura. Sinds Albers aantreden leidt Fabiola een minder druk publiek leven. Ze mist evenwel nooit de jaarlijkse muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. En ook op familieaangelegenheden kan de familieoudste natuurlijk niet ontbreken.